De cultuurwethouders van de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben donderdag de streekborden met De Liemers helemaal goed onthuld. Met de borden wordt reclame gemaakt voor De Liemers. Deze worden onthuld ter ere van de start van het recreatieseizoen dat in het paasweekend op gang komt. De Liemers wil zich toeristisch onderscheiden en profileren en laten zien dat ze de moeite van het bezoeken waard is. Veevoedeproducent For Farmers uit Lochem is de grootste veevoedeproducent van Europa. Dit komt door de overname van het Britse bedrijf BOCM Pols. Na de overname kent het bedrijf een verwachte jaaromzet van ruim 6,5 miljard euro en zijn er 2500 werknemers in dienst. Voor Farmers produceert dan jaarlijks 8,8 miljoen ton voer. BOCM Pols is marktleider op mengvoedergebied in Groot-Brittannië en heeft 11 mengvoerfabrieken. Het gemeentebestuur van Doetinchem gaat een bedrag van 17,4 miljoen euro afschrijven. Dit vanwege de tegenvallende woningbouw in de gemeente. Als dekking voor dit forse bedrag wordt gebruik gemaakt van een reservering die al jaren geleden als reserve was opgebouwd. De grondexploitatie is tegengevallen voor de gemeente. Door de krimp en de financiële crisis is de animo op de woningmarkt ook in Doetinchem gedaald. Waterschap Rijn en IJssel gaat de beken rond Winterswijk herinrichten. Het doel van de operatie is dat ze langer en meer water vast kunnen houden. De beken worden zo ingericht dat ze langer en meer water vast kunnen houden. Tegelijkertijd worden er natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Deze zorgen volgens Rijn en IJssel voor een groter aantal verschillende planten en dieren op de grens tussen het land en het water. De gemeente Achterhoek heeft een website. Hoewel de acht gemeenten nog allen zelfstandig zijn, zijn er links en rechts geluiden dat er in de toekomst wel eens anders zou kunnen zijn. Raadslid Rigo Heldoorn van Oude IJsselstreek is daarop ingesprongen door de website www.gemeenteachterhoek.nl te lanceren. Dagblad De Gelderlander houdt maandag 2 april een debatavond over de Achterhoek als één gemeente. Deze begint om 8 uur in de Radstaak in Heelweg. <middels> burgemeester Bert Bergoe van de gemeente Aalt en burgemeester Nebelo van Bocholt... hebben de vastgestelde moties aan de Bezirksregering over de grintafgraving bij Sudewijk ondertekend. Net iets over de grens moet een 90 hectare grote zandwinning komen. Eerder overhandigde een groep Nederlanders een lading handtekeningen aan de Bocholtse burgemeester, omdat ze tegen de plannen zijn.